Ik wil alle kunstenaars bedanken die aan deze tentoonstelling hebben deelgenomen. Ik heb er al verschillende gezien. Dat zijn Tom Pucky, de maker van het Thorbecke Monument, en Ingrid Mol van het Juliana Monument. Fernando Sanchez Castillo, ik noemde hem net al. Jonas Staal, die zou hier kunnen zijn, want hij deed veel moeite, zei hij, om uit Syrië via Irak naar Den Haag te komen. André Kruijsen heb ik zien staan, die staat daar. Hans van Houwelingen heb ik gezien, die staat hier ook. Ik zie hem nu even niet. Een lange, stevige man. Gerlinde Schuller en Florian Kutke. Die een wandeling uitstippelt langs de beelden en gedenktekens die Den Haag rijk is, en dat zijn er volgens die Haag ongeveer 500, maakt als het ware een tocht door het verleden. Verleden van Den Haag, verleden van ons land. Een verleden dat de stad ook heeft gemaakt tot wat die nu is, anno 2015. En een verleden waarop in verschillende tijdperken individuen een belangrijke rol hebben gespeeld. En latere generaties hebben toen gedacht, die man, die vrouw verdient een standbeeld. Maar nu is er dan toch een ontwerp van het monument van de hand van de Haagse kunstenares Ingrid Mol. Ik zoek haar nu. Oh, ze is daar. En het is geweldig dat we deze gelegenheid kunnen benutten om dat monument, althans in verkleinde vorm, net zo goed als we dat met Thorbecke hebben gedaan, vanavond aan u te kunnen tonen. En de plek waar het komt, daar zal ook nog een uitspraak over gedaan moeten worden. Maar volgens mij zou het mooiste zijn wanneer dat op het Koningin Julianaplein vernieuwd dan zou kunnen komen. En dan loop ik naar haar toe en dan hoop ik dat ik met haar heel voorzichtig dat laken weg kan trekken. Even een toelichting geven op haar ontwerp. Nou, het is Juliana onder de mensen, dus het is een ontwerp van Juliana tussen andere mensen. Mensen zoals jij en ik, u en ik. En dat is eigenlijk voor het woord. En ze staat op Hollandse grond. Dat is eigenlijk kort. Dat is een motief wat vaak in zijn werk levensgrote vorm.